Hallo iedereen, dit is Björn, oftewel Bliefjes. En dit is even een korte mededeling om jullie te melden dat de livestream van aanstaande zondag 1 november niet doorgaat. En dat heeft ermee te maken dat wij um, 1 november in Amsterdam zijn voor een concert van Marco Borsato in Sinfonica in Rosso. En uh, wij moeten al vrij vroeg weg in de middag. En nou ja, mijn livestream beginnen altijd rond een uur of twee. En dat is gewoon niet te redden en is ook niet te doen. Um, de livestream wordt ook niet opgeschoven. We, gaan, uh, we slaan gewoon deze maand met de livestream. Slaan wij over. Dat betekent dat het volgende livestream, leuke datum, op 6 december zal plaatsvinden. Dus dat is een cadeautje naar Sinterklaas <laughs> voor jullie. En. Um, ja, dus dan is de volgende livestream, zal dus niet 1 november zijn, maar de volgende livestream is pas op 6 november. Weliswaar wil ik jullie mededelen dat het zomaar eens kan zijn dat ik eens deze maanden um, in één keer een livestream tevoorschijn, tevoorschijn haal. Um, dat komt omdat ik nu een Xbox One heb en de Xbox One die kan... Um, ja, die kan zo. Die kan streamen, zeg maar. Dus dat is wel hartstikke vet. Dus dan kan het zijn dat ik. Uh, dat ik in één keer ga livestreamen. Zonder dat ik het aankondig. Uh, dat kan zijn met Halo 5. Dat kan zijn met Yu-Gi-Oh! Dat kan zijn The Walking Dead. Uh, dat kan heel veel verschillende games kunnen dat zijn. Um, Halo 5 heb ik net gekregen. Of heb ik net bemachtigd. Halo, Halo 5. Ja, Halo 5. En nou ja. Het kan zomaar zijn dat in deze dagen. Gewoon pof. In één keer wordt er een livestream gestart. Dat weet je natuurlijk niet. En uh, misschien dat een. Uh, dat een. Uh, een goede vriend van mij ook meespeelt. Want dan hebben we altijd de headset op. En dan praten we tegen elkaar en dat soort dingetjes. Dus ja, um, als jullie nieuwsgierig zijn en je wil aanschuiven met de livestream uh, van op Xbox. Dan kan dat. Maar de Train Simulator uh, livestream zal dus pas vinden op 6 december. Um, ja, dan weten jullie dat in ieder geval. En dan, uh, dan zie ik je uiteraard terug in de volgende episode. En zou ik tegen allemaal willen zeggen, een hele fijne avond of dag.